question and do it in Dutch, English or Italian, please. Thank you. Let's start. First question. At the front. Ja, Ronald, als je deze week in deze wedstrijden neemt, denk dat jij ook vindt extreem veel tegengoals, te makkelijk. Ja, dan is het ook moeilijk om dat tegenop te voetballen. Maar hoe ga je die kwetsbaarheden nou camoufleren? Want dat is, of is dat het eerste wat moet gebeuren? Van, ja. Nou, ik vond dat niet te vergelijken is. Omdat ik vond dat vandaag de eerste 45 minuten beschamend was. Beschamend was in, en dat neem ik mezelf ongelooflijk kwalijk, dat ik niet heb kunnen belangrijk kunnen maken waar het ook gaat in het voetbal om. En dat is keihard werken. En dat is verantwoordelijkheid hebben. Je man verdedigen, je man volgen. Zoals we dat de tweede helft wel hebben gedaan. En dan verzaken we met elkaar, dan laten we elkaar in de steek. Nou, ik denk dat dat heel duidelijk te zien was. En het gaat niet om één of twee daarin de schuld te geven. Maar ja, als je ziet hoe de twee goals vallen. Dat we niet terugsluiten, dat we niet onze man verdedigen. Dat we naar de bal zitten te kijken. Dat onze directe tegenstander wel naar voren loopt. Ja, dat is voor mij de grootste tegenvaller van vandaag. Maar die conclusie was eigenlijk ook in de afgelopen jaren ook vaker getrokken. Dat dat moeilijk is. Wat zegt dat? Nee, dat is niet moeilijk. Want de tweede helft heb je gezien. Ja, en dat is moeilijk misschien, want dan staat het water tot de lippen in de rust. Maar de tweede helft, en dat was ook de keuze voor mij dan, om gewoon één tegen één over het hele veld te spelen. Want dan moet je wel. En als er geen afstemming is, als er veel te weinig communicatie is, en als je niets hoort als voorhoede speler of als middenvelder, dat je man kan laten lopen, want dan staat Dumfries misschien wel in de zone, of er staat Ake wel in de zone, of er staat Geertruiden wel in de zone om een middenvelder op te pakken. Dan ben je verantwoordelijk voor je directe tegenstander. En daar gaat het om. En daar gaat het om in voetbal. Want we zijn niet, we kunnen aardig voetballen, maar als wij niet de absolute wil hebben, en dat nogmaals, dat doet mij het meeste pijn. En dat neem ik mezelf kwalijk, dat 45 minuten zo was. Thank you very much. Next question there, please. And then in front of him, please. Kun je je boosheid in de rust weergeven, hoe die eruit zag ongeveer? Nou, dat kan. Het komt erop neer wat ik nu grotendeels gezegd heb. Alleen in de kleedkamer, binnen vier muren, kun je namen noemen en kun je momenten aangeven of beelden laten zien. En nou ja, daar hebben we over gesproken. En dat is de teleurstelling wat ik ook na afloop zeg. Hè? Dat je met elkaar 10 dagen gewerkt hebt. En dat je verliest van Kroatië. Maar de wijze waarop je deze wedstrijd verliest in 45 minuten, want daar begint het. Dat doet veel meer pijn. Want dat is niet de wijze waarop wij met elkaar, zoals wij met elkaar mogen voetballen. Next one, please. Is instelling, is dat ook een criteria waarop je kan selecteren? Ja, tuurlijk kan dat. Tuurlijk kan dat. Maar dat zal, hè, dat is ook eigenlijk wat spelers wel of niet hebben. En hoe zijn spelers opgevoed? En want in mijn optiek gaat het niet om systeem. Het gaat gewoon dat je taak uitvoert. En wat er gevraagd wordt. En dat hebben we heel vaak bijna altijd op kunnen brengen. Met fouten die we maken of met keuzes die dan misschien niet goed zijn. Maar is niet vaak. Ik kan me niet herinneren. Dat we ooit 45 minuten op deze wijze gespeeld hebben. Dat je het gevoel hebt van, ja, we doen er niet alles met elkaar aan. En dat vind ik het meest pijnlijke. Omdat je dat niet eerder hebt meegemaakt? Nee, want je natuurlijk Frankrijk verlies je.
Kroatië verlies je, maar dan kun je ook zeggen dat dat ligt ook aan kwaliteiten van de tegenstander. We hebben misschien vandaag nog wel de beste kansen gehad met Cody 2-3 keer. Zij waren effectief. We hebben misschien 4-5 een bal op doel gehad en er zijn 3 calls. Maar het gaat erom hoe vallen die calls. Nou ja, ik denk dat jullie ook inmiddels wel heel veel verstand van voetbal hebben. Tenminste, dat lees ik regelmatig. Maar ja, dan is het plaatje natuurlijk heel erg duidelijk waar dit aan ligt. En waar dat mee te maken heeft. Nou, en dat hebben we met elkaar heel slecht gedaan. Laatst hoor, maar ik neem aan, je vraagt dan toch aan een buitenspeler waarom die bijvoorbeeld niet meeloopt met een met ja, de tegenstander. Ja, ja. En wat krijg je dan voor antwoord van zo? Nou, ik ga niet uitweiden over discussies of geen discussies, gewoon wat wij bespreken. Maar ja, er zijn redenen waarom we dat niet in de eerste helft hebben kunnen opbrengen. Nog in de rebound, maar je zegt net heel duidelijk van het ligt niet aan het systeem. Ik bedoel, Van Gaal die zei, oké, we hebben niet genoeg goede aanvallers. Dus ga ik het anders doen. Meer verdedigers. Maar jij bent weer teruggegaan naar je eigen systeem van 3 jaar geleden. Je zegt dus heel duidelijk, het ligt niet aan het systeem. Nee, in mijn optiek niet. Want we hebben ook met 4 verdedigers een call tegengekregen tegen 1 of 2 Kroaten. En het gaat om de afstemming, het gaat om de communicatie. En we moeten met elkaar veel, veel harder en directer naar elkaar toe zijn. En je moet eisen, maar dat begint bij jezelf. Ronald, Mitch Marinus, nu.nl. Joey Firma was een van de lichtpuntjes. Hoe heb je naar hem gekeken en baal je ervan dat je hem niet eerder hebt ingezet? Nou, ik denk dat het de tweede helft dusdanig stond dat het... En dan komt hij ook in zijn kracht natuurlijk, hè? Omdat hij dan het overzicht met de bal heeft. Maar ja, en hij moest ook de verantwoordelijkheid 1-op-1 met een middenvelder die hij ook moet volgen. Dus er was ook wel duidelijk dat goed was. Dus, maar dat zijn eigenlijk zijn mindere kwaliteiten waar hij in mijn optiek in kan verbeteren. Ik weet wel dat hij een goede bal heeft en speelt en een goed schot en een vrij, et cetera. Maar ja, het op en neer gaan en het volhouden op en neer en de verantwoordelijkheid om je man, ja, daar kan hij zich in verbeteren. En dat was oké. Okay. Please on the right. Ja, Ronald, je neemt jezelf ook wat kwalijk. Horen ze je niet meer dan? Want je hebt ook die drinkpauze heb je ook gehad. Ja, dat. Ik weet het niet. Ja, ik heb er ook niet 1, 2, 3 direct daar een uitleg. Want ja, wij zijn toch wel heel vaak met spelers, ook individueel. En zelfs voor de wedstrijd met het bord erbij. Want we wisten niet, zijn het 4 of zijn het 5 verdedigers? Toen zagen we de namen. En we wisten dat ze aan de linkerkant vaak met een bek hoog spelen. Nou ja, dan praat je over, hè, met Denzel, met aan die kant dan. Of het aan de linkerkant is hetzelfde met Noah Lang en met Ake, Nathan. Ja, en als je niets hoort, moet je met je bek mee. Als Denzel moet doordekken en Geertruiden kan niet doordekken dat Denzel in de zone kan blijven, dan hoeft die buitenspeler alleen maar zijn positie te pakken. Maar en hoe we terugsluiten, ja, je moet sprintend. En dat was woensdag wel aanwezig, maar dat was de eerste helft totaal niet. We're going to take first the last question for you and then the very last one for you at the front and then it will be over. Wat ga je van die jongens eisen in richting Ierland? Ga je de zaak opschudden? Want ja, dat hebben deze jongens toch wel verdiend. Nou ja, er is natuurlijk wel... We gaan het wel analyseren en we gaan wel contact zoeken. En hoe moeilijk het ook is als spelers weer in een voorbereiding zitten met een club. Maar wij komen hier wel op terug, dat lijkt me wel duidelijk. Maar kun je, want eigenlijk was dit de voorbereiding op die 2 wedstrijden. Dat je verzamelt de 4e en de zondag gespeeld. Dus dan heb je, ja. Ja, misschien is het een goede voorbereiding dat we gezien hebben hoe het niet kan. Als je daarvan leert, is het misschien ergens goed voor geweest. Maar zo sta ik er nu niet in. Eén vraag nog tegen Italië, die linkerkant. Hè. In 2021 speelden ze ook een paar keer tegen Italië onder Frank de Boer nog. Die Spinazzola, die speelde eigenlijk Oranje ook aan gort toen. En toen was de conclusie dat het zelfoplossend vermogen, dat het toch heel klein was in zo'n groep. Dat is nu dan
eigenlijk ook weer de conclusie. Ja, het blijkt wel dat we veel te weinig communiceren en elkaar ook niet corrigeren. Hè? Want volgens mij ziet iedereen best wel waar dan een probleem ligt. En we hebben het ook aangegeven. Als Denzel in de zone is, dan hoef je niet mee. Maar als dat niet zo is en hij moet doordekken aan de binnenkant, dan moet je mee. En dan, of het dan nogmaals rechts of links is. En het gebeurt over het algemeen aan onze rechterkant. Want de andere, Toloi, speelt natuurlijk, is een centrale verdediger, die kwam amper. Ja, dat hebben we zo slecht gedaan. En ja, dat is pijnlijk. Thank you very much. The press conference is over.